Welkom weer allemaal bij onze nieuwste vlog. Oeh. Ik ben al nooit zo wit geweest in mijn hele leven. En zijn we bruin? Rood. Nu een tomaatje, morgen een chocolaatje. Steeds vaker droog. Mike en ik gaan vandaag een soort van vermeende dagje doen. Zijn we de enige? Ja. Echt? Oh. Prepping the shoot for today. Backstage met Reiner shoot. Onze nieuwste Reiner's knitwercollectie. Je bent echt koortjes zo met je buik. Dus dan hebben we hier ons bad. En dan kijk je straks gewoon heerlijk naar buiten. Want het begint er echt gewoon helemaal op te lijken. Echt prachtig. De camera staat op een acai bowl. Acai? Ik weet niet hoe de mensen het uitspreken. Dat is toch top dit? Oké, om onze lipcomb meteen iets meer naar achter zitten. Antwoord op te geven. MAC Cork. Cork lipliner. Lipliner. En daar overheen doen we meestal een gloss. Maar ik heb nu Honey Love gekocht. Vind ik wel echt mooi erbij. En daar overheen doen we nu meestal Honey Love en dan een naturel glossje. Oké. Welkom weer allemaal bij onze nieuwste vlog. Zoals beloofd is hij weer gewoon op tijd. We are back on track. In deze vlog ga je zien hoe ik met mijn allergrootste liefde een spa-dagje, oftewel even een momentje met de tweetjes hebben. Je ziet wel liefst twee verhuizingen, verbouwingen, updates van onze huizen. Aangezien de shoulderverbouwing heel snel gaat. En we nemen jullie mee met onze backstage fotoshoot. Wat we hebben hier op kantoor. Ja, en ook laat ik aan jullie mijn huidroutine zien van Clay & Glow. Je kan een test doen. En daar heb ik op gebaseerd met producten die ik gebruik. Zijn jullie benieuwd naar deze weekvlog? Blijf kijken en abonneren. Duimpje omhoog. Ik ben nog nooit zo wit geweest in mijn hele leven. De zonnebanken zijn dicht, waren dicht. Nu is alles weer open. Dus Mike en ik gaan vandaag een soort van vermeende dagje doen. We gaan eerst naar de zonnebank. Dan gaan we naar Porter om te lunchen. En daarna gaan we naar de W-spa. Away spa met z'n tweetjes om even lekker te relaxen. En Rocket die kan niet mee. Nee. Jij blijft bij lieve Joyce, hè? Ja. Zeg maar mama. Mama. Ik ga wel missen hoor, maar goed. Af en toe met de tweetjes weg is ook eventjes goed. Zeg maar hallo. Hallo. Nu al camera gek. Hallo. Even kijken. Mike is nu aan het tanken voor ons. Ik heb een super drukke week of maand met inkoop. Maar door corona zijn er wat afspraken gewijzigd omdat mensen niet konden. Dus heb ik ervan genomen om samen even kwaliteit met mijn liefde te nemen. Je merkt toch wel met een babytje, nou, ik heb dat dan in ieder geval. Ik heel veel tijd geef aan Rock. En af en toe Mike vergeet. En andersom, vice versa. Dus we hebben er heel veel zin in. Hij is nu aan het tanken, want de auto was leeg. Want ik ga bijna nooit meer ergens heen. En dan gaan we na de spa weer terug naar huis. En dan nog even naar het appartement kijken. We moeten nog een tv uitzoeken. Dus Mediamarkt heeft nu 21% korting. En ook nog een wasmachine. Dus dat moeten we ook nog doen. Mike gaat naar een nieuw pand. Dus die gaat ook nog verhuizen. Dus het is lekker druk momenteel. Maar goed, vandaag gaan we er allemaal niet aan denken. Vandaag gaan we zen relaxen. En gaan we nu lekker naar de zonnebank. Oeh. Ik ben al nooit zo wit geweest in mijn hele leven. En Mike ook niet. Hij is nu klaar. Die man die naast me gaat staan, die staat wel een beetje... Kan ik hier nog langs? Ik hoop het. Kan ik er nog langs, mop? Huh? Kan ik er nog langs? Ja. Oké. Du-du-du-du! Even naar kijken daar. Ja. Dingetje. Wat dingetje? Daar. Niet te veel naar die kant. Oh, je bedoelt dat heuveltje? Ja, dat opstukje. Oké. De camera staat aan. Heb je zin in vandaag? Heb je zin in vandaag? Ja. Jut en Jules zijn weer onderweg, hoor. Woehoe! Eerst lekker naar de zonnebank. Dat is wel nodig. Hè? Dat is wel nodig. Ja, we zijn allebei nog nooit zo wit geweest. Ik werk mezelf niet meer. Nee, we werken aan onszelf niet meer. En, zijn we bruin? Rood. We zijn eerder rood, ja. Maar goed. Nu een tomaatje, morgen een chocolaatje. Steeds vaker droom van een leven zonder. Nee, die heb ik nog nooit gehoord. Altijd. Maar heerlijk, we zijn en route naar Amsterdam, naar Porter. Voor een heerlijk spa-dag en lunchje. Ik heb honger. Ik ben niet warm, Huts. Nee, maar. Nou, het was niet. Ik ben lekker bij Sunixel geweest in Haarlem. We gaan niet heel vaak meer. We zijn niet meer lang aan de zonnebank geweest, omdat het natuurlijk dicht was. Dus het was er mega druk. Er stonden niet allemaal rijden. Mensen moesten wachten. Ik heb echt niet even nagedacht. Jij? Nee, natuurlijk sinds één dag open. We waren precies op tijd. Twee dagjes. Oh, wel heerlijk. Ik heb nog helemaal zo'n lekker aan de zonnebank van de geur aan dit tintelingetjes. Ja. Ik dacht dat ik lekker warm ben. Hey, Rock, wat is zijn nummer? Morgen weer? Nee, ik heb geen morgen weer. Waar dan? Nee, maar je bent hartstikke bruin. Ik weet hoe bruin je bent in die camera. Rood. En rood. Ik moet echt niet nog een keer. Dat is veel te slecht voor je. Oké, dus we houden jullie op de hoogte. Wat we gaan eten lekker bij Porter. Wat Porter is. Ik denk dat we de carpaccio weer gaan nemen. Focaccia met creme fraiche gebeuren. En die zucchini. En het brood. Ja, dat is focaccia. Focaccia.
Focaccia, ja, hoe noem je dat nou? Je spreekt de fout uit. Focaccia. Nee, focaccia. 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 Nee, niet focaccia. Fuck you. Nou, we gaan het zo fuck you, brood. Ja, oké. Okay. Wij zijn in Amsterdam gearriveerd. We gaan nu naar Porto toe. Auto geparkeerd. Lekker wat eten en dan lekker naar de spa. Zo benieuwd. Nooit eerder zijn we aan deze spa geweest. Quality time. We wilden eerst winkelen, maar het is echt niet lekker weer. Dus we zijn blij dat we hiervoor hebben gekozen. We are here. Mike met zijn eeuwige mondkap. Nou, we zitten hoor. En dit was het bekende broodje. Oh, dankjewel schat. Focaccia, waar we het over hadden. Heerlijk rustig. Met mijn knappert, mijn knapste. Cheers op mom en dad. Oh, jij neemt er gewoon eentje voor jezelf. Bij je voor je neus. Bon appetit. Good food, dan wild. Maar ik het alleen maar. Het is te schattig dat jij hier zo blij van wordt. Hè, weer bij Porter. Gezellig. En zo lekker spa. Can't wait. Dit zijn dus de kleedkamers. Hoe zen is het hier al? Maar ik zit in de andere kamer. Woehoe. Ik draag Isabel Moratrui, Reiners legging en een Balenciaga X Gucci tasje voor de vraag die misschien gaan komen. Oh, en een chrome hartspetje. Oké, okay, thank you. En een Marietje mee. We houden echt zin in. Dit was? De song en veel. Oh, dat is het beste. Zijn we de enige? Ja. Echt? Oh, wat lekker. Waar zullen we gaan zitten? Een heerlijke ruimte is. We hebben hier een heerlijk bad. Heel lekker warm. Het is een soort van bubbelbad eigenlijk. Watertjes. Dit is het zwembad. En dan daarachter. Daarachter heb je het koud waterbad. En nog de sauna en hammam. Ik zie ons hele plekje al hoor. Oh, wat lekker. Jezus, Mike. Doe een beetje rustig. Relax. Is zijn spiegels. Spiegel. Ik wil ook wel op ons pad doen. Oei. Kijk op jou. Huh? Oh. Wij gaan lekker zwemmen. Zo lekker hier. Wij gaan even genieten. Vlog. We hebben hier in de sauna gezeten met een jacuzzi en dan heeft ook een koud waterbad geprobeerd. Heerlijk even zen. Even helemaal niks. Kini is een sample van Reinders trouwens. Terug naar de kledingkamers. Tot zo. Oké, wij zijn net klaar van de W-spa. Oversteken hier mop. Het was heerlijk. Echt een toplocatie om even eruit te zijn. Alleen ze gingen boren. Ook al was het maar 5 minuutjes, was het toch wel heel storend. En ze hadden geen eten. We hadden wel van tevoren geluncht, maar normaal kan je ook weer lekkere hapjes bij het zwembad bestellen. En dan ja, zit je toch wat lekkerder. Dus we hebben nu nog een tegoed gekregen voor 2 personen. Dus we gaan snel een keer terug, maar wel als er weer lekker wat eten is. Hoe kwam je op het idee om lekker met Mike? Nou, ik denk dat heel veel mama's met mij en papa's kunnen beamen dat als je een baby hebt, je een beetje minder tijd voor elkaar hebt. Moet ik zeggen dat ik heel veel tijd ook doorbreng met Rocket, ook omdat hij bij ons slaapt in bed, et cetera. Dus ik dacht, misschien is het wel gewoon leuk om samen iets te doen. Was niet de planning, maar opeens viel een afspraak van ons uit door corona. Dus ik was de hele donderdag vrij. Toen dacht ik, oh, dit is misschien wel het juiste moment. Ook om lekker naar de spa te gaan, dus lekker door de week, lekker rustig. Ja. Dus we zijn eigenlijk naar Amazing Spa gegaan, dat is tegenover W in Amsterdam. En het was eigenlijk heerlijk, we hebben heerlijk gezwommen, in de sauna gezeten. Lekker relaxed. Lekker relaxed. Alleen vanwege corona was er geen eten, het vond ik wel een bammer. En dat was ook niet goed van tevoren aangegeven. Nee, het was niet van tevoren aangegeven. We hebben wel heerlijk daarvoor ook weer geluncht met Porter. Dat is eigenlijk, als je Mike blij wilt maken, moet je bij Mr. Porter heen gaan. Dan is hij een hele dag gewoon, hij leeft helemaal op van die en momo's carpaccio. En ja, die hebben ze. Dus mijn mama heeft geen sperms meer. Nee, twee takeaway. Misschien nu zo open zijn we wel. Dus ja, Mike leeft gewoon helemaal op omdat hij altijd in Amsterdam was. En gewoon mama zijn liefdesplek is. En Porter. En hij heeft ook altijd gewoond. Dus ja, we hebben eigenlijk heerlijk de spa-dagje gehad. En lekker geluncht. Toen lekker naar de zonnebank ook nog geweest. Van tevoren. Is dat Olijn? Dat is Olly B. Olly B. Ziet er leuk uit. Oh, je gaat toch ja. Oh, hoi.
Hoi. Kom maar lekker door. Kom lekker dus door. Het was eigenlijk heerlijk. Alleen er was geen eten. En ze gingen plotseling boren bij W-Spa. Dus vond ik niet heel erg leuk. Mike erboven gegaan. Niks geregeld. Ik ben boven gegaan. Nou, ik had niks geregeld, maar ik kreeg niets voor elkaar. Nee, ik bedoel, ik kreeg niets voor elkaar. Toen kwam ik aan de kassa. En toen heb ik 2 groepbonnen voor de spa. Dus jij gaat volgende week weer lekker naar spa. Nou, als het eten er weer is. Hoe blij zijn we dat de zonnebank weer open gaan? Ja, ik denk dat Mike je niet blijer kon maken met die dag. Porter, zonnebank, eten en spa en quality time. En quality time. Nee, we waren echt al eerst een tomaatje. Maar nu zijn we lekker bruin getint en een chocolaatje. Ja. Nee, echt heerlijk. En ik mag niet onder de zonnebank. Maar nee. Dus ik heb voor het eerst spreten van Bali Bowl. Die had Jill voor mij gekocht. Ja. Maar, ja. Nou ja, het ziet er niet heel goed. Jij bent wel echt iets witter. Ja, ik ben echt wel wit. Iets witter, maar goed. Het is niet anders. En op zich, je gaat in de zomer bevallen, kan je daar weer lekker in. Ja, daarom. Ik kan lekker flaneren in de zon. En je ziet ook in deze vlog dat Mike een nieuw pand heeft. Leg uit. Leg uit. Ja, Mike heeft eigenlijk bij ons huis, appartement / een heel mooi pand gevonden. Bedrijfspand. Bedrijfspand om meer kunst te gaan maken. Ja. Hij zit niet meer thuis echt aan de keukentafel, maar zijn ideeën zijn echt mega groot en met verf, spetters, noem alles maar op. Hij heeft gewoon ruimte nodig. Hij heeft gewoon echt ruimte nodig. Dus hij heeft wel heel veel gedaan thuis achter zijn computer digitaal, maar hij wil gewoon weer veel weer met zijn handen gaan doen, want hij kan niet normaal mooi schilderen. Ja. En tekenen. Dus dat gaat hij eigenlijk weer doen in zijn pand. En dat zit heel dichtbij ons huis, kantoor. Dus het is echt een toplocatie. Hij kan er eigenlijk misschien gewoon lopend heen. Ja. Dus stel, er is nood aan de man, dan is hij binnen 5 seconden thuis. Dan is hij binnen 5 seconden thuis. Dus dat is super leuk. En ook voor zichzelf om lekker weer een frisse start. Weer een nieuwe studio had hij altijd in Amsterdam. Alleen toen ging hij met mij. En toen kindje. Werd hij met kindje, corona. Dus ja, allebei lekker, weer lekker een frisse start. Frisse jaar. En kleine Rocket kan inderdaad al mama zeggen, papa zeggen, aap. En hij is bijna 1. En hij is bijna 1. In de volgende vlog gaan jullie zijn verjaardag zien. Dat wordt amazing. Ja, het wordt amazing. Nou, het is niet een typische kinderverjaardag, maar goed. Maar ik denk niet dat mensen het ook verwachten, hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Dus nee, Rock gaat heel, heel, heel snel ook. Al die tanden en die punkharen. Het is gewoon geen baby meer. Ja, het is geen babytje meer, helaas. Nee. Maar we hebben 6 maanden hebben we weer een baby. Ik moet even het geheugen opfrissen, zie ik. Sorry. Hoe leuk vind je het hier, Sol? Leuk. Wordt het mooi? Het bad komt daar. Douche komt daar. Trappetje. Ja. En dan gaan we zo vanaf daar naar jouw kamer. Woe! Ja. We staan met z'n allen op de verhoging. Papa, trappetje naar beneden. Hoe leuk. Gaan jullie in de douche? We zijn weer aan het kijken. Ze zijn zo ver. We hebben besloten om het te verhogen. Want ik hou van trappetjes. Jullie zullen me over gek verklaren. En eigenlijk van een hele mooie fide. Maar het kon dan hier niet, omdat het dan is weer te laag hoor. Maar hoe leuk. Het bad komt dan daar ingevallen. Wat zie je? Daar komt de wc. Daar komt de wc. Daar komt de wc. Mooi hè? Dus dan hebben we hier ons bad. En dan kijken we straks gewoon heerlijk naar buiten. Hier dat ons bed. Hier wordt Sol en Rocks kamer. Daar komt Solletje in haar bedje. En hier Rock. Maar het staat nog allemaal vol met spullen. Dus jullie slapen samen op een kamer? Ja. Gezellig hè? En dat is dan het uitzicht. Glas ook open. Ja. Ik weet het, maar ik vind het alsnog moet je voorzichtig doen. Ja, ik kom straks. Ik pas er niet tussen met Rock. Hier zijn ze ook druk bezig. Dit wordt ons aanrechtblok. Niet zo hoog hoor, maar ze hebben het even op elkaar gezet. En dan worden dit alle keukenkasten. Keuken, keuken, keuken. Daar komt de eettafel. Hier komt de bank. Hier komt de sinuwal. En daar komen mijn schatjes weer terug. We gaan heel ver, maar wat ik jullie voornamelijk wil laten zien. Maar het schiet zo erg op. Je kan nu bijna niks zien zo in die zon. Hier komt dus onze tv, de ombouw is gemaakt door Puttens interieurbedrijf en de vuurhaard komt ook van vuursfeerhaard. Komt er nog in, een mooie Sony tv die ik morgen bij de Mediamarkt ga halen. En dan hebben we hier, komt de koelkast, oven, vriezer en dan de keuken. En het begint er echt gewoon helemaal op te lijken. Hé schat? Echt leuk, mooi hè? Zo, helemaal af hè? Echt prachtig. En dan moet nog alles beton CD. Dit is een pom, designmuren. Marie en jij zijn er ook even. Kijk, loop je zo door. Hier is de badkamer. Trapje bad. Helemaal in design. Alles van tegeldepot komt hier nog in. En ook bij ons bed hebben we een trappetje. Nou, ligt je op in dat trappetje al heel leuk. En die stond er vanochtend ook nog niet. Hoe leuk. Ga je lekker tekenen? Ja, dit heeft ze gemaakt. Wauw, wat een mooi kunstwerk, Lilo. Ga je leuk met het trappetje? Leuk als en je Hey Rocket, hoe handig is dat trappetje? Straks naar het bed. Waar ga je een kunstwerk maken? Daar? Mooi hoor. Kijk het uitzicht even. Woehoe.
Next question. Hoe gaat het met jullie verbouwen van je huizen? Waar komt je inspiratie vandaan met al je trappetjes? Ja, ik weet niet. Ik heb een, hoe zeg je het, een fetish met een trappetje. Ja. Ik hou gewoon van niveaus. En dan weer niet in een niveaus van, ja, niet lullig bedoeld, maar van meer de verdieping in een huis. Jij wil liefst gewoon alles op één vloer. Eén vloer. En het liefst ook zo'n heel zwevend fide. Maar goed, dat is allemaal toekomstgoals. Dus nu vond ik het heel leuk om een verhoogd badkamer te doen. En met trappetjes. Ja, ik hou gewoon van trappetjes. Dat is een beetje, ja, inspiratie Flintstones. En als ik ooit misschien weer een hondje krijg, dat is het gewoon heel ideaal voor mij. Ik slaap nu op de grond met een trappetje. Dus ik kan het hondje erop en eraf. En Rob kan erop en eraf. En Rob kan er ook op en eraf. Ik denk gewoon dat het voor mij huishouden heel ideaal is. Een trappetje. Niemand valt, schermt, lekker in de grond. Maar buiten het trappetje om gaat het echt onwijs snel. Deze week zijn ze klaar met al het stukwerk. Dan gaat de pom aan de slag. Dan de vloer. Dus midden maart kunnen we verhuizen. Maar van tevoren ga ik alvast wat spullen uitzoeken. En op zich heb ik niet heel veel te verhuizen. Want waar we nu wonen is allemaal niet van mij. Gemeubeld al. Ja, het is gemeubileerd. Ja. En ja, waar de inspiratie vandaan komt. Ik vind Axel heel vet. Dat is diegene die Kim en Kai in hun huis heeft ingericht. Maar ik vind... Ja, het wel van alles van hetzelfde materiaal ook. Gewoon. Ja, alles hetzelfde materiaal. Maar ik vind het ook mooi, want ons appartement kijkt een beetje op de duinen uit. Dat alles dezelfde kleur is. En dat hij wel weer mijn kunst aan de wand heeft. Ik kleur wil wel inderdaad zijn kunst. En gekke kleden. En ja, ik wil dat Mike heel veel geschilderd. Van de wc tot weet ik veel wat allemaal. Maar dat gaan we pas zien als echt alles af is. En dan kijken hoe we dat gaan fine-tunen. Maar het gaat eigenlijk goed. Ja. Behalve de keuken, nou, is heel erg verlaat en vertraagd. Kan de leverancier niks aan doen hoor. Maar vind ik niet een heel groot probleem, want ik kook toch niet. En mama woont om de hoek. Nee, dus ik ga er gewoon in zitten, ook al zit er nog geen keuken in. Er zit wel een koeker in, een wasbak en een koelkast. Nou, meer heb ik momenteel eventjes niet nodig. Nee, je bestelt toch alles. Ja, je bestelt toch alles. Dus dan kan ik alles gewoon afwassen, terug en in de koelkast bewaren. Ja. Ik krijg ook heel veel vragen over de baby update. Of ik nog een vlog laat zien dat ik het aan mijn familie vertel, maar ik heb het helemaal niet gefilmd. Je wist ook niet dat je zo zwanger zou zijn, dus het was heel snel allemaal. Ja, dus om aan je vraag te beantwoorden, ik heb helemaal geen filmpjes gemaakt dat hun het allemaal zien en Ik zei wel eigenlijk dat ik Jules heb gebeld. Nee, ik stapte de auto in, toen was je weer aan het huilen. Ja, ik was zo blij, maar ik had ook niet gedacht dat het gewoon binnen een maand zou lukken. Volgens mij zei ik, rot op. Wat zei ik? Ik ga weg. Liever jij dan ik. Dat zei ik wel. Ja. Ik zei eerst iets heel lulligs. Maar ik vind het gewoon... Ik had niet gedacht dat het zo snel zou zijn. Nee. Dus ik heb helaas dat niet voor jullie. Maar verder gaat het met de baby helemaal prima. Helemaal goed. Ja, dus echt heel leuk. Het wordt een meisje. De naam hebben we al. En, gaan we niet zeggen. Nee. Ook niet voorletter. Nee, ik kreeg wel vraag naar. En ja, het gaat snel. Nog een halfjaartje. Nee, het wordt maar 4 maanden. Grapje. Nog maar 4 maanden, dan is de kleine baby er. En dan is de kleine baby er. Dus dat is echt superleuk. Ja, we kennen dat ook. Goed day. Preps. Prepping the shoot for today. We hebben er zin in. Backstage met Rijn de shoot. Harley, ondertussen heb ik ook eten gehaald. Het is 1 rotzootje door de mama. Dat is allemaal lekker. Lekker prepared met Dior Eye. Pets. Haalgoldjes. We hebben een leuk fotootje gemaakt. Trouwens, net in de house. And we are done. Even kijken, we zijn preparing voor de shoot. Taron heeft allemaal leuke sieraden meegenomen om mee te combineren. Voor ons haar gebruiken we altijd deze droog shampoo. En borstel is het enige wat we gebruiken voor ons haar. Dan hebben we hier schoenenpartij. Alles van Balenciaga komt ook van Bo Berends vandaan. Alle Yeezy van Sneaker Legend en Jordan. Onze mutsen meestal van de Zara met handschoentjes. En dan Chrome Heart zit ertussen. En Yankees met Nike sokken. Dit gaan we shooten. Even iets anders. Gewoon lekker de hoodies met jeans. Die overigens ook weer van de Zara zijn. En allemaal leuk met leer en andere stijls. We hebben lekker een noble treatje. Met meiden. Heerlijk. En we gaan zo shooten. Maar Marie heeft echt nu een bodempje nodig, hè Marie? Nu je babybelly hebt. We zijn aan het shooten. Hoe leuk. Onze nieuwste Reiners knitwerkcollectie. Even gecombineerd met een jeansje. En de nieuwste hype uksjes. Hoe leuk. Je bent echt koortjes zo met je buik. Ja, denk je. Eerst valt het met mijn buik. Oké, iets nieuws voor Reiners. Polaroids. We gaan het uittesten. Vrij wit. Ja, vrij wit. Jij zegt dat dit helpt niet. Hoe leuk is je outfit? Boep, boep. Hoe leuk staat dit? We zijn ook bezig met polaroidsfoto's te maken. We kunnen dat eventueel later ook shooten. Dus hoe leuk. En Marie draagt nu de knitwerk top curls. Steeds S. Maar nog steeds de maat S. Maar goed, het touwtje is wel iets te kort. Maar goed, je kan nog steeds heel leuk knopen. A day with Reiner shoot. Oep, oep. We gaan dus heel leuk die hoodie shooten. Bella Button set. Die is echt heel leuk. Deze set is geweldig ook. Deze set met het hemdje. Maar goed, we gaan alles voor jullie op de foto zetten.
Voorbeeldig. Nu het complete setje aan met een rok en de wikkel. De wikkel moet je alleen even nog goed proberen te doen. Deze is nou niet. Ja, zo is het mooier. Enig, I love it. Staat je ook mooi hoor, dit. Mooi. Hoe leuk is deze set? Oh, I love it. Met de magmag schoentjes. We zijn lekker bezig met shooten. We hebben zoveel verschillende looks. Love it. Heerlijk comfy setje, girl. Hemdje wat wel mooi getailleerd straks zit. En een lekker wijd broekje. Yes. Love it. Leuk. Mooi zo die achterkant. Vind ik ook leuk met je rug zo met het tattoo beetje. Marie draagt nu onze nieuwste knitwearbroek. Natuurlijk nu even onder de buik. One size vest. Blazerjaren slides. En een heerlijk comfy look. En hoe is onze shoot gegaan van de zomer? Onwijs leuk. Ik moet zeggen, we hebben nu gecombineerd met andere merken. Nou, andere merken. Zara, H&M. Gewoon andere combinaties. Andere combinaties gemaakt. Daar hadden we veel vragen naar hoe wij het dagelijks dragen ook. We dragen natuurlijk eigenlijk altijd als setje. En iedereen kent natuurlijk al onze Reiner sets. Dus dit is ook misschien wel leuk voor jullie waar we onze inspiratie vandaan halen. En gewoon hoe je het kan afstylen. Een spijkerbroekje. En gewoon met ukjes. En een keer anders als een triple S alleen maar eronder. Ja, zoals nu heb ik ook heerlijk de sterrenvesten aan. Met het t-shirtje eronder. Lekker leuk jeansje. Ja. En dan laid back met UX. Zo, bijna in mijn gezicht. Oh, sorry. Ik ben heel wit ziek. Maar kijk, we kwamen erachter. Dit is gewoon dezelfde kleur. Helemaal leuk. Helemaal leuk. Ja. Dus de shoot is helemaal top gegaan. Bijna de tweede drop komt binnen. Ja, we hebben het leuk gedaan met Tyrone en Harley met make-up. En Marie en ik hebben dan zelf de setjes bedacht en gesteld. Ja. En, ja, zo doen we dat eigenlijk altijd. We hebben nog de make-up op van Harley, zoals jullie kunnen zien. Ja, van gisteren. Van gisteren. Daar slaat wij gewoon mee. En dan zeggen ze allemaal heel vies, maar ik haal natuurlijk wel gewoon dit weg. Ja. En dan laat ik alleen mijn ogen zitten. Ja. En wenkbrauwen trouwens laat ik ook zitten. Afliek? Ja. Zo, goedemorgen iedereen. Gisteren is onze shoot geweest van de zomercollectie. Heel erg goed gegaan. En ik ga nu eventjes mijn gezicht lekker even weer verzorgen na de make-up en de shootdag. Zoals jullie weten ben ik een enorme Clay & Glow fan. En je hebt nu sinds kort ook iets nieuws op de website. En dat ga ik jullie laten zien. Wij krijgen namelijk heel veel vragen aan de persoon in Clay & Glow ook. Welke producten het beste voor jouw huid zijn. Nu kan je op de Clay & Glow website een huidtest uitvoeren. Dat heb ik nu ook gedaan. Dat zijn een paar vragen over je huid. En wat jij belangrijk vindt bij bepaalde producten die je gebruikt. En mijn uitkomst was de dagelijkse set. Ik heb zeg maar gewoon een normale huidtype. En dan adviseren ze eigenlijk welke producten het beste bij mijn huid aansluiten. En dat is eigenlijk de dagelijkse set. En ik zal jullie nu eventjes laten zien wat de dagelijkse set inhoudt. Dit is eigenlijk wat Clay & Glow mij adviseert te gebruiken. De toner, nou die gebruik ik ook zoals je kan zien. De strawberry jelly, de cleanser. De hydraterende dagcreme en de vitamine C serum. Dit zijn ook eigenlijk mijn dagelijkse producten die ik gebruik om mijn huid gewoon naar de behoeftes te voeden. Zoals je kan zien heb ik gewoon wel een mooie gladde huid. Maar het komt toch ook mede natuurlijk door de Clay & Glow producten, zodat ik ze goed blijf verzorgen. Ik zal jullie nu eventjes de dagcreme laten gebruiken. Zodat jullie kunnen zien wat voor mooie glowy ik door de dagcreme krijg. Ik heb net mijn gezicht al schoongemaakt met de strawberry cleanser. I love it. En nu ga ik nog even lekker mijn dagcreme en vitamine C serum gebruiken. En dan ben ik klaar om naar beneden te gaan. Ik doe dit trouwens in mijn mooie badkamer. Aangezien ik nu eindelijk gewoon met normaal licht mijn routine aan jullie kan laten zien. Thank God. Ik heb dus net mijn gezicht schoongemaakt met de cleanser. Ik ga nu heel even de toner nog eventjes gebruiken om de laatste dingetjes weg te halen. Ja, ik ben echt een idioot daarin. Maar ik gebruik altijd mijn handdoeken. Ik heb geen washandjes. Toner haalt echt de laatste vieze dingetjes weg. Wat bij cleanser dan nog niet weg is. Zoals je kan zien is het lekker gereinigd schoon. Dan ga ik nu heerlijk mijn dagcreme. Dit is wel echt mijn nummer 1 favorite. En met Reiner 15 krijg je dus korting op echt alle producten van Clay & Glow. Ik ben heel benieuwd wat jullie gaan uitzoeken en wat jullie resultaten zijn bij de huidtest. Liefste, wil ik deze echt onder 5 seconden gebruiken. Zoals je kan zien heb ik nu een heerlijke glow op mijn gezicht door die dagcreme. Laat het heel even intrekken. En dan ga ik de serum erbij gebruiken. Maar je ziet al die lekkere glimming van mijn huid. En het is dus kokosnauw. Blijer kan je mij niet maken. Daarbij gebruik ik de vitamine C serum. Een paar druppeltjes op mijn elke wang. En dit ga ik lekker dabbend over mijn hele gezicht gebruiken. En helemaal na zo'n shootdag als gisteren heb ik dan even geen zin in make-up. Dan vind ik het heerlijk als mijn huid lekker gehydrateerd is. En zoals je kan zien is mijn huid heerlijk glowy door de Clay & Glow producten. Echt zo fan van dit. En ik gebruik het echt dagelijks, girls. Zoals je kan zien, echt bijna al mijn voorraadjes zijn op. Het zijn echt heerlijke producten. Dus let me know wat jouw uitslag is van de huidtest. En ik ga nu lekker naar Livia naar beneden. Wat zien jullie volgende week? De verjaardag van onze Rocket. Ja, de verjaardag van Rock is denk ik mijn focus.
main focus. Alleen piercings gaan we ook zetten. Ja, in de oren. In de oren. Ja, ik niet, voordat ik heel veel... jij gaat de piercings verwisselen. Ik ga ze verwisselen, ik mag nog helemaal geen piercings zetten, maar ik heb heel veel... Mij is alles uitgevallen. Ja, jij sinds de zwangerschap is alles weg. Je hebt echt saaie oren. Ik heb echt saaie oren. Dus ja, voornamelijk Rocket's verjaardag piercings. Misschien Ollie de verjaardag, hè Ollie? Die is ook, ja, ook bijna jarig. Maar we weten nog niet wat we gaan doen. We gaan helemaal niks. Nee hoor. En dat gaan we leuk vieren bij Samblas in Bloemendaal. Ja, dus keep posted. Keep posted. Blijf liken, blijf abonneren en blijf ons volgen. Love. Love. Love.